Vandaag is VI te gast bij het kleinste stadion van Nederland, Woudestein. En gaan we hele leuke vragen stellen aan... Mike van Duinen. En zoals je van ons gewend bent, geen standaardvragen, maar juist dit soort vragen. Als je iemand zou moeten roosten, wie zou dat dan zijn? Zo. En dan krijg je natuurlijk ook dit soort antwoorden. Die is trainer. Nee. Misschien aan het einde van het seizoen. Mike, ben je er klaar voor? Helemaal. Oké. Vraag 1 is, welke skill zou jij als voetballer willen hebben? Het zou wel fijn zijn als je gewoon elke bal die jij krijgt, dat je die altijd gewoon goed aanneemt. En elk schot op goal, dat die gewoon allemaal binnenvliegen, dat zou top zijn. Dus ja, of dat nou echt een skill is of niet, ja, denk het wel. Maar hoe ik het zou kunnen benoemen, weet ik niet. Maar zo bedoel ik het in ieder geval. Accuraat, laten we daarop houden. Ja. Wat is de raarste belediging die je ooit in het veld hebt gehoord? De raarste belediging in het veld? Ja, het valt wel mee. Bij mij is het, een rooi is makkelijk tegen mij natuurlijk, dus dat hoor je wel vaak, maar dat is niet heel gek. En dus... Iets van het publiek of zo als je aan het warmlopen was? Ja, tegen Utrecht hier zongen ze iets van dat liedje van Joost is anders geaard of zo. Alleen die zongen ze dan bij mij nou, dus dan dacht ik wel van, volgens mij heb ik niet echt die trekjes, maar oké. Dus, Mike is anders geaard. Ja, okay. Dus die hoorde ik toevallig twee keer tegen Utrecht. Dus, ik kan er wel om lachen, want ik hou wel... Lach je ook in de wedstrijd? Ja, zeker. Ja, ik hou er van een beetje humor, dus ik kan het wel waarderen. Alleen ik denk dat die mensen ook wel beter weten. Als je iemand zou moeten roosten, wie zou dat dan zijn? Zo, roosten, ja. Poef. Wie zou dat dan zijn? Die is trainer. Nee, misschien aan het einde van het seizoen. Met welke speler had je graag samen willen spelen? Nou, ik wil eigenlijk wel graag met Messi voetballen. Dat is misschien voor de hand liggen, ja, natuurlijk. Want dan, waarschijnlijk als ik hem in mijn ploeg heb, dan ga ik wat vaker winnen. Wat is het meest irritante gedrag wat jij ooit in het veld hebt gezien? Ik denk dat ik best een irritant ventje ben in het veld. Dat geef ik wel toe. Maar naast het veld ben ik best een lieve jongen. Maar... Het gaat over in het veld. Wat zeg jij? Zeg jij veel tegen je verdediger? Dat valt op zich wel mee, maar ik kan soms wel net even doorlopen of even nog een klein duwtje geven of even een klein tikkie. Ik denk dat ik in dat opzicht wel vervelend ben. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat die Van Duinen wel een irritante gozer is dat, maar naast het veld ben ik een lieve jongen. In welke serie zou je het liefst willen spelen? Ik ben nu toevallig bezig met The Punisher. Ik zou zijn rol wel willen spelen. Gewoon alle mensen die wat verkeerd doen. In elkaar rammen. Ja, gewoon even aanpakken. Dat lijkt me wel leuk. En wat is het raarste gerucht wat je ooit over jezelf hebt gelezen op een voetbalsite? Nou, ik heb wel eens mooie dingen gelezen. Ja, dat je, weet ik veel, Lazio heb ik een keer gelezen. Dat was in mijn tijd bij Den Haag. Ja, en dan kwamen af en toe de clubs voorbij. En dan denk ik, ja, het zal wel leuk zijn hoor. Maar... Ik weet van niks. Nee, dan heb je er bewijs van al meegesproken. Of ben je al onderweg. En ja. Dat blijft me af en toe wel verbazen. Lazio, wel een mooie club. Ja, zeker. Was er met zijn feest. Dus, Welk beroemd doelpunt had Mike van Duinen graag willen maken? Die van Basten, dat is toch wel echt eentje die... dat kan eigenlijk niet. Dus ja, als ik ooit zo'n goal mag maken... Is het wel eens bijna gelukt op de training? Nee. Ik wil het ook niet gaan oefenen of proberen. Want ja, dan houden ze geen ballen meer over hier. Wie is de meest irritante tegenstander die je ooit hebt gehad? De meest irritante tegenstander? dan zou ik toch Tommy doen. Die, ja, die zit, zijn. Ja, die zit altijd bij je nek te hijgen en die geeft je geen seconde en geen ruimte. Dus vooral als je dan de bal in je voet krijgt aangespeeld, dan weet je, of een luchtduel, dan weet je, ja, daar klets je vol in. Dus in dat opzicht, ik vind het ik vind het een goede jongen, maar dan is het echt een vervelend ventje. En volgende week een nieuwe aflevering met in de hoofdrol... Yassine Ayoub. Yo, later en vergeet niet te abonneren.